Hallo, ik ben Naira en dit zijn mijn mama en mijn broer Arthur. We wonen in dit huis en hebben onlangs ons dak geïsoleerd. Vorige winter was het bij ons in huis bitter koud. We kropen altijd dicht bij de kachel om ons huiswerk te maken, want we kregen het gewoon niet warm genoeg. En mama had het steeds moeilijker om de energiefactuur te betalen. Het was dus hoog tijd om een energiescanner uit te nodigen. Dat is iemand die gratis je energieverbruik komt onderzoeken. Blijkbaar vloog de warmte bij ons door de ramen en vooral door het dak naar buiten. De conclusie was duidelijk. Om ons verbruik naar beneden te krijgen, moesten we eerst en vooral ons dak laten isoleren. Hoe zouden we dat klaarspelen? Mama staat er alleen voor en wist niet hoe ze daaraan moest beginnen. Gelukkig kregen we ongelooflijk veel goede tips van de energiescanner. Een dak isoleren bleek veel simpeler dan we dachten. Arthur was vastberaden om mee te helpen. Dol enthousiast was hij die woensdag. We kozen voor de simpelste oplossing, namelijk om de zoldervloer te isoleren. Mijn oom had vooraf een raster van houten planken op de vloer getimmerd. Daarna was de isolatie leggen bijna kinderspel. Gewoon goed opmeten, de mineralenwol op de juiste maat snijden en tussen de houten planken klemmen. Arthur durfde niet zo goed op de zolder, maar hij gaf mama met veel plezier alle voorgesneden stukken aan. En daardoor ging het razendsnel vooruit. Een beetje puzzelen, meten, snijden en een beetje klungelen, aandrukken en klaar. Het was een heel leuke woensdagnamiddag. Arthur is blij dat hij deze winter geen dikke trui of jas meer moet aantrekken om zijn huiswerk te maken. En bovendien heeft hij een sterk verhaal om te vertellen in de klas. Over handige mama's en stoere jongens. Twijfel niet langer en laat je dak isoleren. Haal het startpakket bij een woonloket of bel het gratis nummer 1700 voor een informatiepunt in je buurt.